Cultuur in Actie via cultuurinactie.nl. Aan tafel Fieke Opdam. Ja. En jij zit hier eigenlijk namens de studenten. Ja, namens de kunstvakstudenten in Nederland. Vooral de podiumkunst hebben we ons vooral op gefocust. Ja. Ja. Een statement, je wil een statement maken voor deze groep. Want ja, ze staan aan het begin. Opleidingen ten over nu op dit moment. Maar ja, wat gaat er gebeuren? Hoe gaan ze vlieguren maken? Hoe gaan zij een plek in het werkveld vinden als het allemaal stil ligt en wegbezuinigd wordt? Nou, ik vond het wel grappig. Net werd de vraag gesteld van, wat zijn jullie of wat ben jij? Mm-hmm. En toen zei ik, de toekomst. En toen vroeg die mevrouw, ga je het dan over toekomst hebben? Ik zo, nee, dat niet per se. Maar wij als kunststudenten en zeker als podiumstudenten kijken altijd enorm uit natuurlijk naar dat moment dat we afstuderen en dat we vlieguren mogen gaan maken. Ja. En iedereen die een podiumopleiding start of een theateropleiding, of dat nou mime is of cabaret, iedereen weet dat de markt dus niet per se, dat de banen niet per se voor het oprapen liggen. Dat risico neem je, dat is de passie. Ja. Maar op het moment dat je dus ziet dat de subsidies afnemen. Zelf kom ik uit Brabant. Nou, we hebben net een soort klap gekregen omdat het provinciebestuur natuurlijk zei, de groetjes. Dan besef je ook als student, nou ja, de mogelijkheden voor mij om straks kleine podia uit te proberen en mijn publiek te gaan zoeken, die vervallen gewoon. Als het voor grote artiesten al moeilijk is, wat gaan wij dan nog doen? En nou, daar willen we tegen in opstand komen. En we zijn samengekomen in het begin met enkel Brabantse opleidingen. Later ook met andere opleidingen in Nederland. En we willen volgend jaar graag het festival De Nacht van de Kunstvakstudent organiseren. Dat wilden we eigenlijk dit jaar doen, maar ja, corona, dat ging niet. En daarom dacht ik, nou, dan is dit echt een uitgelezen kans om daar even over te komen praten op dit geweldige forum en alles wat jullie hier georganiseerd hebben. Ja. Even voor mij, want jij bent docent, je bent zelf ook cabaretier. Nee, joh, ik studeer dit jaar af als cabaretier. Ja. Je studeert af als cabaretier? Ja, tenminste, dat is de poging. Ja. Ja. Ik studeer dit jaar af eigenlijk in juni, maar door corona in augustus. Mm-hmm. En het is dan de bedoeling dat we allemaal met een avondvullende voorstelling afstuderen. Dus dat gaat wel door? Zonder publiek? Nee. Mijn directrice heeft zich enorm ingezet om ons in een grote zaal te plaatsen. Zodat we wel publiek hebben, maar mensen die uit elkaar zitten. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus ik weet helemaal niet. Dat hetzelfde gaat voelen. Dus ja, in het begin misschien, toen het nog half vol zat, dan moest je wel. Maar het is inderdaad niet het meest comfortabele We hebben natuurlijk ook wel voor kleine zaaltjes gespeeld. Ja. Maar ik vraag me gewoon af hoe dat is als er enorme afstand. Maar goed, dat is weer een ander. Met maskertjes en zo. Ja, of dat dan hetzelfde gaat zijn. Dus met publiek. Maar ook weer niet. Ik weet niet precies hoe dat gaat voelen. Maar het is wel de bedoeling dat dat doorgaat. Mm-hmm. Ja. En hoe is de sfeer onder de andere studenten? Hoe kijken jullie er tegenaan? Het is heel, heel verschillend. Sommige studenten, het is ook allemaal verschillende karakters. Sommige mm-hmm. zijn wat dramatischer dan anderen. Dus het is ook een beetje. Maar op dit moment denk ik dat het ons allemaal kracht heeft geboden dat we onze artistieke krachten gebundeld hebben. Dus dat we een beetje uit de kniezende periode geklommen zijn en mm-hmm. gewoon met elkaar hebben gedacht, wat kunnen wij maken? Mm-hmm. Wat hebben we te vertellen? En waar ligt onze kracht? En ik vind dat ook wel, ik vind het geen fijne tijd. Ik had liever andere plannen doorgevoerd. Maar als kunststudent, en dan heb ik het niet zozeer over de bezuiniging, maar wel over de coronatijd, voel ik nog meer van, ik wil dit doen. En dat merk ik ook om me heen. Dat mensen denken van, ja, dit is bizar. Dat wij nu afstuderen als theatermaker is al spannend. Ja. Maar nu afstuderen is gewoon eigenlijk idioot. Ja. Maar we hebben er wel zin in. En ik voel een hele, hele sterke, verbonden, krachtige energie. Er is heel veel motivatie. Ja. Is er ook veel inspiratie? Levert het ook inspiratie op de coronatijd? Ja, ik heb er. Sommige studenten zeggen ja, daardoor. Je kunt er niet omheen. Mm-hmm. Ik heb daar zelf minder last van. Ik vind inspiratie. Ja, dat is iets waar je ook 4 jaar lang mee bezig bent geweest. Van hoe vind ik mijn inspiratie? Waar zit mijn bron? Voor mij is dat nu niet echt veranderd. Maar er zijn inderdaad ook mensen die zeggen van ja, dit is een inspirerende tijd voor mij. Of ik ga juist nu dit doen wat ik anders helemaal niet had gedaan. En dat vind ik ook wel interessant. Dus we hebben nu studenten die zich veel meer gaan focussen op het medium video. Of die gaan kijken, hoe kan ik theater creëren zonder publiek? Is dat überhaupt mogelijk? En we hebben ook met elkaar een soort van besprekingen georganiseerd om te discussiëren over wat is nu theater? En kunnen wij theater maken voor één man publiek? En, is dat hetzelfde? Daar ben ik heel benieuwd naar. Mijn persoonlijke mening, nee. Want? Interactie met het publiek maakt dat wij überhaupt dat podium op willen. Ja. Zo simpel is het. De interactie met het publiek maakt de magie, maakt eigenlijk de heiligheid van het theater. Als die er niet is, ja, dan kan je ook gewoon voor je eigen soort van YouTuber worden of zo. Maar dat is niet
waar we voor gekozen hebben. Dus ik ben van mening dat... Het gaat om die zaal bespelen, het gaat om wat je terugkrijgt. Ja. Ja, het is iets wat je samen doet met het publiek. En ik vind het wel krachtig als het mensen lukt in deze periode om dan een andere vorm te kiezen en zichzelf wel zichtbaar te houden. Dat vind ik wel krachtig. Maar het kan het nooit vervangen. Nee, joh, je zou je eigen vak ontkennen als je denkt dat je dat kan vervangen met een filmpje. En waar hoop jij dan over een jaar, als dit misschien allemaal voorbij is, of over 2 jaar, waar ben jij dan? Ik heb dezelfde dromen als voor corona. En die zijn? Die zijn, ik wil graag mijn publiek vinden. En zowel op het podium als in tekst mijn verhaal vertellen. En het verhaal, de taboes doorbreken waar ik ooit door begonnen ben. En dat is voor mij helemaal niet veranderd. Ik denk juist zelfs nog dat het corona... geeft je ook een soort figuurlijke middelvinger. Dat je denkt van, oh ja, nou, ik kom eraan hoor. Ik denk dat het bij mij helemaal niet verandert. Nee. Fieke komt eraan. Ja. Voor hoeveel studenten zit jij hier? Ja, dat vroegen ze net. Ik heb geen idee. Ja, joh, ik moet een handtekening zo zetten. Ik denk dat we ongeveer 1000 kunstvakstudenten hebben in Nederland. Maar misschien zijn het er ook minder. Ik ga voor 1000. Je gaat voor 1000? Wij zijn met elkaar zeker 1000 mensen waard. Oké, we gaan er 1000 bij optellen. En dan komen wij op 200... Ja, daar komen ze. De 220.761. Dat begint aardig op te lopen. Ja. Minister van Engelshoven zit hier waarschijnlijk vrijdag. Zou je nog iets tegen haar willen zeggen? Nou, ik zou wel graag willen komen. Kan dat niet? Van mij mag je komen, natuurlijk. Kan ik komen? Een plek zat, als je maar 1,5 meter bij de geluidsmensen. Ja, ik vind dat daar ook een student bij aanwezig moet zijn. Ik vind dat je als jij nu zegt, ik wil daarbij zijn. Ik wil erbij zijn. Dan ben je bij deze uitgenodigd. Ik ben erbij. En, ik ben erbij. Sla op, met je vuist op de tafel. En zeker de beginnende studenten. Dat hebben natuurlijk net ook al Angela Groothuis horen zeggen. En heel veel andere acteurs, zangers en mensen uit het vak. Ik bedoel, jullie zijn de toekomst. Dat moet ik al bijna als oude man zeggen. Maar ja, het is wel zo. Jullie gaan nog beginnen. En je zal zien dat de dingen die nog wat experimenteel zijn, die zich nog moeten ontwikkelen, dat zijn de dingen die het eerst gevaar lopen. Die het eerst misschien wel zullen verdwijnen. Dus... ik hoor het in mijn oortje dat je bij deze uit bent genodigd. Yes. En ik zou zeggen, trek er aan de staart. Ga ik doen. Heeft ze een staart? Volgens mij nog. Anyhow, we zorgen dat ze een staart heeft. Ik ben erbij. Fieke Opdam, dankjewel dat je er was. En zet je handtekening op de muur.